Wipolde en Concordia strijden om aansluiting bij de kopgroep. Belangen groot bij het treffen tussen BMT en Velo. En Kwik, dat kan de derde plaats weer overnemen bij winst op ADO 20. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan vooruitblikken op het zondagvoetbal. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen, geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. De club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club, boven Grand Café De Halve Maan in Rijswijk. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan vooruitkijken op het zondagvoetbal. Dat doe ik samen met onze analist Rob Blankenstein. En zoals altijd beginnen we natuurlijk weer in de vierde klasse. En op zondag hebben we maar één vierde klasse. De vierde klasse A, althans waar ploegen uit de regio in spelen. En we kijken, een leuke wedstrijd. HMC tegen Toefaan. HMC doet het heel goed, maar ook de tegenstander kan er weer bij komen mochten ze winnen. Ja, die club van de voorzitter Ganga Dayal, als ik het goed uitspreek, die doet het helemaal niet verkeerd dit seizoen. Ze staan 2.8 op de koploper, maar ze hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld natuurlijk. Hè. Dus wat dat betreft is het een beetje een vertekend beeld. Maar je ziet in die video's aan dat de bovenste vijf ploegen weinig voor elkaar onderdoen. Dus het is van tevoren niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. We komen dus zondag aan de Berestaanlaan. Maar gezien het thuisvoordeel hou ik het top een eentje. Goed, gaan we kijken in de derde klasse C. FC Zoetermeer begon niet zo geweldig. Op dit moment hebben ze gewoon de top 3 weer in het vizier. En ze krijgen zondag de koploper Esto op bezoek. Ja, willen ze nog inderdaad richting titel nog gedachten over hebben, dan zullen ze die partij per se moeten winnen. Ze staan 6.8, kunnen het verschil terugbrengen tot 3 punten. Zoetermeer thuis. Maar goed, ze hebben vorige week natuurlijk een aardige overwinning geboekt. Weliswaar op een ploeg die bijna onderaan staat, ASW. En komende zondag komt de koploper op bezoek. Maar het zou me niet verbazen als FC Zoetermeer kan verrassen zondag. Ja, en dat betekent dat ze dan heel dichtbij komen. Precies. Ja. Nog maar 3 puntjes. Derde klasse B. Ik denk heel erg interessant. Zeker als we kijken om de tweede plaats. Ik bedoel, ja, de kampioen is wel bekend. Dat wordt SVV. Klopt. Maar goed, daaronder wordt volop strijd geleverd. Zeker een ploeg of 5 komen daarvoor in aanmerking. En als we kijken naar een wedstrijd voor komende zondag. VCS Wilhelmus. Ooit een wedstrijd op hoog niveau. Hoofdklasse volgens mij. Hoofdklasse niveau. Nu treffen ze elkaar. En ja, voor allebei van belang. Zeer zeker. En de allereerste wedstrijd, dat begon de competitie ook mee, leverde toen een 0-2 winst op VCS. Ze werden zwaar geflatteerd. Zowel vriend als vijand waren het daarover eens. Dus dat geeft Wilhelmus de kans om een revanche te nemen zondag. VCS is een heel jong elftal. Een paar hele jonge knapen die het verdomd goed doen op dit moment. Maar dienst ook van de trainer. Hè? Zeer zeker, Tolga Tukeris zeker. En Wilhelmus schat ik toch wat hoger in. Ik hou toch op een tweetje. Dan in het Zuiderpark, de ploeg van Tom Boevink ontvangt SVV. Ja, normaal gesproken dan heb je daar niks te zoeken tegen zo'n ploeg. Maar ik denk dat iedere ploeg in die afdeling natuurlijk de uitdaging heeft om de koploper pootje te liggen. Nou, dat zal toch bij Wink niet anders zijn. Zeker, aan de strijd zal het nooit ontbreken bij de Zuiderparkers. SCV natuurlijk voetballend veruit de beste ploeg in die afdeling. En wellicht kan Wik onverhoopt een puntje afsnoepen van de koploper. En dan loopt SCV nog geen deuk op, want die voorsprong is zo riant. Dus wellicht een puntje voor de thuisploeg. Als dat lukt, dan is het denk ik een groot feest in het Zuiderpark na afloop komende zondag. Zeer zeker. Oké, goed. Gaan we kijken in
De derde klasse A, Stompek 92. Ja, dat mag eigenlijk niet verliezen. Ze spelen thuis tegen WVC, want anders dan wordt het steeds Ze staan natuurlijk niet best voor, derde van onder. En de tegenstander staat een paar plaatsen hoog, maar goed, die hebben wel 8 punten meer. Stompwijk op eigen veld moet nog in staat worden geacht om een keer die 3 punten te gaan pakken. Ze mogen zeker niet verliezen en wellicht een kleine overwinning. Tweede klasse D, volop spanning daar bovenin. Alleen ja, daar doet geen regioclub echt mee om die koppositie. Wel een interessante wedstrijd. Wipolder, dat speelt de derby tegen Concordia. Ja, maar ja, goed. De regioploegen doen niet mee voor de koploop, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je naar kijkt naar Concordia, die staan op 7 punten van de nummer 1, maar dan was het minder. Ja. Dus in wezen maar 4 puntjes. En met het 3-puntensysteem is het zo weggewerkt, ja, dat verschil. Maar die wedstrijd is wel van belang, want er geldt allebei van wie haakt eraan. Hè? Ja, dat is zeker. En ik schat Wippel op eigen veld toch iets hoger in als Concordia. Dan gaat Olivio, dat baarde afgelopen weekend opzien door die winst thuis op de koploper, gaat nu naar VFC. In de winning moet waarschijnlijk. VFC ploeg uit onze regio. Olivio natuurlijk, zoals net aangehaald, heel verrassend afgelopen weekend die 5-0 winst op servers. Had niemand van tevoren kunnen voorspellen. En ik hou ze op voorkomende zondag toch wel als ziek zelf favoriet. Ik houd op een winst voor Olivio. Gaan we naar de tweede klasse C. Ook daar zie je met name dat het volop dringen wordt voor die tweede positie. Belangrijk natuurlijk voor de nacompetitie. En ja, GDA dat speelt nu thuis tegen RKDO. Ja, GDA moet ook wel weer eens wat puntjes gaan halen. En RKDO heeft dat goed te maken na afgelopen weekend. Nou, allebei trouwens. Want ja. RKDO en GDA allebei verloren. Ja. En RKDO, de ploeg waar Jeroen Struijs aan zijn laatste maanden bezig is als trainer zijnde. Ja, hij heeft deze week meegedeeld aan de club. Klopt. GDA op eigen veld. Ik zie GDA toch de punten op maat zijn houden. Dan krijgen we ook Alphen tegen Fuk. Ja, Fuk kwam afgelopen weekend niet verder dan gelijkspel bij HVV. Ja, die ploeg van Mark Moed mag nu natuurlijk weer niet aanvrijen oplopen. Nee. Die moet eigenlijk gewoon de volle buit halen. Ja, was natuurlijk niet ingecalculeerd, denk ik, dat puntverlies bij HVV. Maar goed, aan de andere kant is wel een Haagse derby, dus dat kan gebeuren. Maar bij Alphen mogen ze beslist geen punten laten liggen. Al van het ploeg die vorigens een beetje gelukkig gepromoveerd is naar die tweede klasse, staan nu bijna onderaan. Dus ik voorzie voor Fuk geen problemen, maar makkelijk zal het niet worden. Goed, Mark Moen heeft in ieder geval versterking bij korte termijn. Danny De Jel die heeft alsnog overschrijving gekregen van een ASWH. Dus die gaat wellicht zijn debuut maken komende zondag. Dan Laakkwartier, deed het afgelopen zondag bijzonder goed bij de koploper. Speelt nu tegen Forre-Holte. Ja, dan doet de Jan Linkhoff en zijn ploeg er goed aan om gewoon thuis de volle buiten te pakken. Ja, het Linkhoff-effect is duidelijk zichtbaar, want sinds hij het overgenomen heeft van Patrick van Dullemen, heeft die ploeg van Jan van Beerstad alleen maar de punten gepakt. En ik zie ze zeker komen dus zondag in staat op eigen veld om vooral het beentje te lichten. Ja, dan gaan we naar de eerste klasse B. Sportpark Eskamp 2, BMT ontvangt Velo. Ja, belangrijke wedstrijd natuurlijk voor John de Wit, want hij moet onderin weg, moet punten gaan pakken. Velo, ja, dat stelt toch wat teleur. Dat moet ook nu, want anders dan missen ze daar ook de aansluiting. Ja, zeer zeker. En BMT natuurlijk een 6-1 nederlaag bij de koploper Unitas. Ja, en Velo ook op eigen veld onderuit gaan tegen Hoogland met 3-0. Zal geen gemakkelijke wedstrijd worden. Velo natuurlijk wil graag naar die hoofdklasse toe. Voor komend seizoen zijn ze toch weer afhankelijk van wat er gaat er weg en wat komt. We hebben het bij de zaterdag er even over gehad, maar ook Sam Sahin gaat weg, want die gaat naar Quick Boys. Terwijl Scheveningen ook lange tijd dacht om binnen te kunnen hengelen, maar dat is dus niet gelukt. Maar voor komende zondag, BMT Velo, een drietje denk ik. Dan in diezelfde klas in 1B, ook een aardige derby daar zo. DVV Delft tegen Den Hoorn, de ploeg van Ronald Hess, die vorig weekend belangrijke punten pakte. Ja, en Delft, maar goed, dat hebben we al meer gezegd, heeft natuurlijk een heel moeilijk seizoen. Gaan het ook niet redden in die eerste klasse, denk ik. Maar goed. Tenzij ze komen zondag voor een verrassing gaan zorgen. Ja, dat wel. Maar goed, ik zie dat niet gebeuren. Het is min of meer een derby, want het ligt vrijwel tegen elkaar aan de Kerkpol en Den Hoorn. Maar ik hou toch op winst voor de ploeg van Ronald Hess. Gaan we kijken in de hoofdklasse. In de hoofdklasse speelt de DHC op eigen veld tegen RKHVV. Ja, vorig weekend een beetje slimielig verlies voor DHC bij Silvolde.
Ze hadden aardig wat invallers. Nou, tot vlak voor tijd stonden ze nog voor. Ja, dit is nou zo'n wedstrijd waarin je gewoon moet winnen. Ze hebben een punt meer, dan neem je ook weer wat afstand. Ja, precies. RKV een plaatsje eronder. En op eigen veld moet deze toch zeker een keer in staat worden geacht om die drie punten in eigen huis te houden. Zoals gezegd, ongelukkige nederlaag tegen Zilvolde afgelopen zondag. Maar ik zie DSC komende zondag toch wel winnen. Goed, dan krijgen we RKVV. Ja, dat heeft toch iets met de Achilles. Afgelopen weekend won de ploeg van Chicucci ruim op eigen veld van Jong Achilles. Nu gaan ze op bezoek bij een andere Achilles. Achilles 1894. Ja, dat is denk ik even andere koek, want die staan tweede. Precies, dat is een andere kwaliteit ploeg. En de RKV heeft zich natuurlijk goed hersteld van die 8-1 bij Hollandia aan de Hoorn. Maar goed, de 7-0 overwinning op Jong Achilles, dat zegt mij helemaal niks. En dat werd ook meer beaamd door trainer Mauricio Cicucci. Die zei het al, hecht daar niet te veel waarde aan die uitslag. En als ze komende zondag daar een punt pakken, doen ze het gewoon heel goed, denk ik. Aan de andere kant, RKV afgelopen zondag voor de competitie natuurlijk heel makkelijk gescoord. En hier midweeks voor de beker ja, schoppen ze ook weer 12 in tegen, ja. Weliswaar een zwakke tegenstander, Charloes, maar ja, goed, ik bedoel, de voorwaartsen zijn in ieder geval op schot. Ze weten in ieder geval net te vinden. Goed, gaan we naar de derde divisie. We beginnen met Kwik. Kwik dat treedt op Johannesburg aan tegen ADO 20. Dat is een ploeg die staat er net weer boven, die nam die positie over van Kwik. Mooie gelegenheid om weer eens wat terug te doen. Precies, om plek weer te heroveren en ik zie dat ook wel gebeuren, want Kwik thuis heeft genoeg heel veel kwaliteit, veel scorend vermogen. OFC uit Oostzaan pakt dan afgelopen zondag weliswaar in de laatste minuut nog een puntje, maar ik zie ADO 20 daar niet toe in staat. Ik houd gewoon op winst voor de Haantjes. Goed, gaan we dat afwachten. Dan krijgen we Westlandia. Ja, Westlandia afgelopen zondag een forse tik gehad bij Dongen. Ja, het ging erg goed op een gegeven moment voor de winterstop. En na de winterstop wil het allemaal. Eén puntje pas. Ja. Is de wedstrijd geweest tegen, wie was dat? Kwik. Tegen Kwik gelijk speelden. Nu krijgen ze OFC, dat is de ploeg die vorige week gelijk speelde bij Kwik. Ja. Geen gemakkelijke tegenstander. Aan de andere kant, wel genoeg kwaliteit denk ik bij Westlandia om het tijd te doen keren. Ja, en of dat gaat gebeuren komende zondag, ik moet het nog zien. Want Westlandia, weliswaar een sterke periode gekend met heel veel wedstrijden op rij gewonnen. Maar sinds de winterstop één puntje gepakt. En OFC is gewoon een goed voetballend elftal. Dus als Westlandia één punt pakt, denk ik, mogen ze niet klaren. Dat het dan wat minder gaat, zou dat nou ook iets te maken kunnen hebben met natuurlijk allerlei geluiden die er gaan van de speler gaat weg, die gaat weg. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat een speler met een andere instelling het veld in gaat, maar toch. Dat geloof ik niet. Onbewust speelt er toch iets. Bijvoorbeeld een Struik, die gaat natuurlijk naar Rijnsburgse boys. Ja, dat is toch een knaap die heel bepalend is in dat elftal. En of dat al meespeelt nu bij die jongen, dat geloof ik ook weer niet. Maar het is niet bevorderlijk, laat ik het dan zo zeggen. De laatste wedstrijd in de derde divisie. Marcel Koning van HBS. Met HBS gaat op bezoek in Utrecht bij Hercules. Ze winnen, dan sluiten ze wel aan naar de onderkant van de middenmarkt. Ja, een duel tussen twee hele oude verenigingen. Want Hercules is volgens mij nog iets ouder als HBS. Ik ben er niet helemaal zeker van. Maar HBS heeft natuurlijk afgelopen zondag een nipte nederlaag bij Jong Vitesse. Maar goed, daar kan je van verliezen. En Hercules heeft weliswaar nu 5 punten meer. Maar ze hebben toch een aardige opleving sinds de winterstop HBS. Onder andere natuurlijk door het feit dat Ruben Schaken nu deel uitmaakt van die ploeg. En dat doet wellicht toch wat met die ploeg. Hou het toch op een drietjes komende zondag. Goed, dan gaan we kijken wat het komend weekend gaat worden. Ook in die zondag derde divisie. Ja, u gaat natuurlijk naar uw eigen club toe zondag. Maar goed, bent u neutraal? Dan is er keuze genoeg. Interessante wedstrijden staan op het programma. Dinsdag gaan we weer terugblikken. En volgende week donderdag kijken we weer vooruit naar weer een nieuw voetbalweekend. Rob, bedankt. Thuis bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.